De gemeente wordt verzocht deze godsdienstoefening te willen aanvangen door te zingen van Psalm 27 en daarvan het derde zangvers. Ach, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent, en op een rots verhogen uit de lent. Het derde vers van Psalm 27. Verder zijn wij verzocht te lezen dat gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u opgetekend kunt vinden in het heilige evangelie, en naar de beschrijving van Lucas. En daar we nader hoofdstuk 15. We noemden nu Lucas 15. En al de tollenaars en de zondaars naderen tot hem, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende, wat mens onder u hebben de 100 schapen, en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij het vinde. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouderen, verblijd zijnde. En te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden,
dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Of wat vrouw hebben de 10 penningen. Indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars. En keert het huis met bezemen en zoekt naarstiglijk totdat zij die vindt. En als zij dien gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende, wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo, zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. En hij zeide, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers deszelfde lands. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zeide hij, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog verre van hem was, zag zijn vader hem. En werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf, en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden, en hij was verloren, en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerij. En tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen. En heeft uw vader, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig. En wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren, heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die u goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Onze hoop en onze verwachting voor dit avontuur is in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niets heeft voortgebracht. Een God die trouw houdt en eeuwig leeft. En de nooit zal laten varen de werken uw handen. Amen, geliefde. Genade, vrede. En barmhartigheid wordt u bij de aanvang geschonken, bij de verdere voortgang rijkelijk vermenigvuldigd, van hem die is, en die was,
en die komen zal. En van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn. En de van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Geliefde, laat ons nu trachten voor met elkaar het heilig en vlekkeloos aangezicht te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere des hemels en der aarde, als we dan verwaardigd mochten worden om in deze ogenblikken tot u te naderen, een God die heilig en rechtvaardig is, wees trouw rust op gerechtigheid en gerichte, omkleed met wolken en donkerheid, met majesteit en heiligheid, en wij een grondslag in het stof. En we bewonen maar alleen het, en buiten de genade, o God, is dat maar een hut vol met ellende, vol met zonde, vol met pijn en verdriet, o Heere, omdat we in Adam hebben onze naam verloren. We hebben onze plaats verloren. We hebben onze aanspraak verloren. En we hebben al ons recht verloren. En nu zijn er geen uitgangen naar u toe. Maar nu hebt gij van eeuwigheid een weg ontsloten in die dierbare Emmanuel. En dat is nu een weg voor de mens, maar buiten de mens, uit je eenzijdige goddelijke bediening, moeten we dan eens in dit avonduur ervaren, wat we zo even hebben opgezongen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, ja, die vrije gunst, die eeuwig u beloven, o God, en u kan het nog voor de grootste der zondaren, maar omdat er geen uitgangen zijn van ons naar u toe, Heere, kunnen we alleen door hem tot u naderen. Want dat is in dit avonduur zijn plaats aan uw zijde ontvangen. Dat is toch beter dan der zonen en de beter dan der dochteren. Want we reizen allemaal naar de eeuwigheid. We hebben allemaal een kostelijke zielen. En moeten we dan eens in dit avonduurtje bediend worden uit een dienend God en een druppend heiligdom, om uw kerk wederom te voeren in die zoete gunst en zalige gemeenschap van uw lieve God en Koning Heere. Als wilt u dit avontuur eens een ogenblik mochten ervaren wat gij voor ons wilt zijn en wie wij voor u zijn, Heere. Ach, heel zal ik uw kerk gedenken in ons midden. Gij weet waar ze leren. Gij weet wie ze zijn, ach Heere. Kan zo donker zijn van binnen, dat ze midden in de stikdonkere nacht. En dan dolen ze maar rond, o God, in deze levenswoestijnen. En dan kunnen ze nergens meer heen, Heere. Dan ziet het wel of gij het op een dood hebt toegelegd, om te gaan leren, o God, uit eenzijdige bedieningen, dat achter de dood het leven ligt. En dan moet de ziel gaan sterven. En dat is God ontmoeten. En buiten die borg kan het niet, Heere. En dan gaat uw volk maar wenend over de aarde. En dan maar met een zwijgende mond. En dan zeggen ze als, ach, had ik maar nooit wat gezegd, o God. En misschien zit er nog wel een hier, die het leven ook in eigen hand niet kan vinden. En in eigen hand niet kan houden. Ach, Heere, mocht het u dan eens wagen, naar de grootheid uw barmhartigheden, om op dat volk nog eens neder te zien, in gunsten van boven. Want dat volk heeft in zijn leven toch geleerd, dat ze nooit naar u gevraagd, en dat ze nooit naar u gezocht hadden, maar dat gij zelf gezegd heb, nu ben ik gevonden van degene die er mij niet vraagde. En ik ben gevonden van degene die er mij niet zocht. O God, en tot zulk een woord, ja zulk een diep
gevallen mens, heb je nu gedurig de ganse dag uw hand uitgestrekt, Heere. En als uw kerk dat gaat leren, ze zouden zich blind wenen op aarde, vanwege de gemis en de afmakingen. En dan moeten ze gaan leren uit u geen vrucht, tot in der eeuwigheid, o God. Maar uw vrucht, die is in mij gevonden, maar nu kunnen ze die mij niet, Heere. En dan moet de kerk het weer gaan leren, dat een opgezochte ziel is nog geen bekommerde ziel. En een bekommerde ziel is nog geen verloren ziel. En een verloren ziel, o God, is nog geen geredde ziel. En zo gaat u met uw volk over de aarde. Maar welzalig is de mens die het mag gebeuren, dat gij naar recht hem niet wil schuldig keuren. Mochten we daar eens wat van horen in dit avonduur, van die vrije eenzijde, dat soevereine, ja dat goddelijke, dat onwederstandelijke, Heere, dan kan iedereen nog zalig worden. Het oceaan van vrije genade, en dan nog op rechtsgronden, want gerechtigheid alleen redt van de dood. Al onze gemoedelijkheid, al onze godsdienstigheid, het zal er allemaal af moeten, o God, om als een verloren mens onder u en voor u te komen. Wil dat nog eens schenken, Heere, aan uw kerk in ons midden, in onderscheiden legeringen hunner zielen. Gij weet wie ze zijn, want gij hebt ze van eeuwigheid niet gehad. Al is het nog zo donker, hoe donker ooit uw weg mag wezen. Gij ziet in gunst op die u wezen, want dat is een vrucht, o God, van dat nieuwe leven. Maar ach, Heere, lieve ontfermer, er zijn zoveel in ons midden dit avond, die nog voor eigen rekening voor en heen reizen. We reizen toch gezamenlijk naar die ontzaglijke eeuwigheid. O God, wil ons toch gedenken, Heere, in uw lieve gunst en goedheid. Neem nog eens reden uit uzelf en zie op ons in gunst van boven. En wees ons nog genadig, Heere, naar de grootheid uw barmhartigheid. Want al, Heere, gij weet het, wanneer we onze leven afleggen en wanneer we overgenomen worden door de dood, dat die koude hand des doods ons afmaait. Ach, Heere, en dan geen borg voor onze ziel, geen toekomst voor de eeuwigheid, o God, en dan nog zo dood voor de dood. En u zit er overal maar aan vast, Heere, maar wil gij er nog eens aan te pas komen? Gij hebt toch een arm met macht, en uw hand heeft groot vermogen. Mocht dan uw rechterhand eens komen te ontbloten, en mocht dan in iegelijk onder eens gedenken, ook degenen die niet met ons kunnen zijn, die aan ziek en krankbedden zijn verbonden. Lieve ontfermer, gij hebt toch meer dan ene zegen. Wil ze toch eens gedenken, Heere, want hun lichaam wordt reeds afgebroken. En o God, sterven dat is God ontmoeten. En God ontmoeten buiten Christus, dat kan niet, Heere. Mochten we daarom leren sterven, voordat we moeten sterven. Mochten we leren ontmoeten, voordat we u zullen ontmoeten. We zijn nog in het kostelijke, in het heden der genade. Alhoewel met die laag hangende oordelen, we kunnen elk ogenblik van de aarde weggevaagd worden, o God. En dan voor u verschijnen, Heere. En dan onder die oordelen te moeten sterven. Enerzijds wegzinkende in ongerechtigheid en in goddeloosheid. En anderzijds in eigen gerechtigheid en in godsdienstigheid. Maar dan moet er eens een ogenblik in ons leven komen, o God aller genade, dat de hele wereld nog zalig kan worden, behalve ik. En dan wordt het dus een persoonlijke zaak, o God. En wil daartoe gedenken de oude vandaag. Bij het klimmen naar jaren, bij het neigen ten graven. En misschien nog wel voor eigen rekening afhuren. Maar dan in het late avonduur, het licht van uw lieve geest, nog eens in hun harten doen schijnen, Heere. Gij hebt toch een arm met me. Gedenk ook de vaders en moeders, en de kinderen en de gezinnen. In deze ontzaggelijke tijden, wil deze jonge kinderen nog gedenken. En dat ze dan hun jonge knietjes nog eens mochten leren buigen. En het uitroepen in die nacht, o God, och, schonk gij mij de hulp van uw geest.
Maar verder kunnen we toch niet komen, o God. En mocht u op ons pad alleen maar lezen. Want wij dwalen maar rond. We hebben geen woning hier op aarde, Heer. En we hebben geen toekomst in de eeuwigheid. Maar neem toch reden uit uzelf. En mocht er in het avonduurtje nog eens met uw lieve geest door de rij heen gaan. Misschien zit er nog wel hier en daar een ellendig mens. Want gij hebt ellendige dat land. Bereid door uw sterke hand. En mogen dan nog eens wegnemen, o God. Dat ons in de weg kan staan, Heer. En wat zou dat nu wezen, gij weet het, o Heer. En uw kerk gaat dat, Heer. We staan onszelf in de weg. De hele mens moet weggeruimd worden. En dat is zulke werk, o God. En dat is nu een goddelijk werk. En mogen dat nog eens in dit avonduur eens komen te doen, o Heer. Gedenk ook de amstdragers, Heer. Die oude amstbroeder bij het klimmen zijn er jaren. Ach, lieve ontfermer. En man, als zijn in het kostelijke. In het ene der genade. Wil ook die andere amstbroeders gedenken. Ook in het bijzonder ene die van die andere gemeente zijn. Heer, wil je dan in dit avonduur uw lieve geest en de zielen nog eens komen te verkwikken. Te versterken wat gij hebt gevrocht. Want alleen wat gij vrocht. Dat zal maar juichen tot uw Heer. Al het onze moet en dood in Heer. Om als een uitgewerkte. Als een doodgewerkte. Als een totaal verloren. Om het voor u in het recht te verspelen. Om dan op rechtsgronden een grond te krijgen voor het eeuwige leven. Buiten zichzelf. In die dierbare Emmanuel. De rechtsaanbrenger. Voor een rechteloos volk. Wil zo ons alle gedenken. We hebben nergens geen recht op, o God. Maar neem nog reden uit uzelf. Dat deze ogenblikken nog eens een onvergetelijke uren mocht worden. Gij weet het, Heer. Dat het onze ogen mocht opslaan naar de bergen. Maar waar onze hulp komen zal. Mocht gij dat nog eens schenken. Zodat het uitgangen van deze dag. Mocht de juichen tot uw eer. En tot verheerlijking. Van uw goddelijke deugd. En tot verheerlijking van uw lieve en grote naam. Heere, niet door onszelf ziende. Maar aanschouw ons toch in die gezalfde koning. We smeken het van u in de vergiffenis van alle zonden en schulden. Om uw verbond. Om Christus willen. Amen. Zingen uw geliefde uit 103e psalm. Daarvan het zesde en het zevende vers. Zo zijn troon mag boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor alle die hem vrezen. De gunst waarmee hen wil gadeslaan. Zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om onze zielen te troosten. Aan ons de schuld en zonden weggedaan. En het zevende vers, geen vader sloeg. Met groter mededogen. En wat er verder volgt, bij nu de 103e psalm. Het zesde en het zevende vers.
mijn geliefde medereizigers naar de eeuwigheid. Deze gedeelte van Gods woord, dat u zo even hier gelezen is, dat heeft één centraal punt. En dat centrale punt staat in de verlorenheid. Driemaal wordt in deze kapitel, worden we bepaald bij de verlorenheid van de mens. En er komen er twee soorten mensen naar voren. De zondaars en de fariseers. Ik ben heel duidelijk lezen. Dat houdt heel wat in. Want een mens is van eeuwigheid verloren. In het besluit Gods. Allicht. Hij is verloren in zijn val in Adam. En de tollenaars die waren verloren in het aangezicht van de fariseërs. Ook verloren. Daar komt de mens tegen. Dus de verlorenheid is een eigenschap des doods. En als Gods kind gaat leren dat hij verloren is, valt hij er bovenop. Valt hij er bovenop. En wat doet dan die ziel? Die probeert die verlorenheid te ontkomen. Kan niet. Kan niet. En daarom vluchten ze uit zichzelf. Waarheen? Staat hier heel duidelijk. En al de tollenaars en zondaars naderde tot hem. Staat er. Alle tollenaars en zondaars naderde tot hem. En de fariseërs, die waren er ook. Wist de fariseer dat hij verloren moest gaan? Ja. Weten wij gemeente dat we verloren moeten gaan? Wees nou eens eerlijk. Wees nu eens eerlijk vanavond, ja. Dat weten we. Aanvaarden we het? Nooit. Dat is een andere zaak. Want de wetenschap doet niet aanvaarden. Nou, dat nu eens even vast. Als God een mens bekeert, krijgt hij met het wezen Gods te doen. Hij krijgt niet met de Heer Jezus te doen. Dat is de meest verborgen persoon. Heeft hij ook helemaal geen betrekking op. Nee, hè? Nee. De fariseers wel. Want die zeiden, deze. Ik zou je twee verschillen aantonen, gemeente, waar we de kerk in kunnen onderscheiden. De fariseërs, die dachten, Abraham zaad, Mozes, Abraham was onze vader, Mozes heeft ons de wet gegeven, en wie zijt gij? De fariseërs, die dachten dat ze door de werkzaamheden van hun leven kwamen in het verbond. Zo, in het wezen des verbond, door hun werkzaamheden. Gods kerk gaan leren, bij God vandaan, dat de werkzaamheden van de ziel, die komen uit het verbond. Dus wat gaan we nu zien in het leven van Gods kinderen? Dat ze van eeuwigheid bij God vandaan bediend worden. Maar als ik dan bij God vandaan bediend word, kan ik niet dienen? Nee, dat kan je ook niet. Weten we dat helemaal niet? Er staat hier, een gelijkenis van het verloren schaap. Daar staat de gelijkenis van de verloren penning. En daar staat de gelijkenis van de verloren zoon. Kijk. De fariseërs, die trachten zalig te worden door de bediening der wet. En de schriftgeleerden, die verdraaiden het woord van God in de gang. Dat jullie zalig konden worden in een verdraaid woord. Maar daar kan de kerk het niet mee doen. Daarom in onze tijd geliefden zijn er maar weinig mensen die met God te doen krijgen. Waarom? Zijn we veel te goed met zichzelf. Ze kunnen in het leven blijven. Gods kind moet sterven. Dan hebben we ook nog een tijd die we beleven. Daar speelt de gemoedelijkheid een hoofdrol. Dan ga ik mijn zaligheid baseren op tranen, uitgangen, beloftes en werkzaamheden. Naar het verbond. Nee. De kerk wordt bediend uit het verbond. We moeten eens kennis krijgen in ons leven aan het huishoudelijke van het goddelijke. Wat wil dat zeggen? Wel, als God een mens bekeert, heb ik gezegd, dan krijgen we met het wezen God te doen. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal. Is er een? Weten we dat ook? En dan gaat God het wezen
ontsluiten in het huishoudelijke. En dat kan je hier zien. Want in de wedergeboorte, daar komt God naar voren. Als het drie ene God. En in deze gelijkenis gaat die dierbare borg zijn kerk onderwijzen. Kostelijk. De eerste gelijkenis van het verloren schaap heeft betrekking op de bediening van Christus. De tweede van de verloren penning heeft betrekking op de bediening van Gods geest. En de derde heeft betrekking op de bediening van de Vader. Dus Christus de herder, de Heilige Geest de zoekende. En dan de Vader de met van verre ontfermende. Wat wisten daar de Farizeeërs van? Niets. Totaal niets. Want bij de Farizeeërs was geen plaats voor Christus. Waarom niet? Omdat ze dachten dat ze door de werkzaamheden in het wezen des verbonds kwamen. Maar daar kwamen ze niet. En de kerk gaat het weer, hij wordt uit het verbond bediend. Dan wordt het ogenblik in die stille nacht. Of heb je nooit geen stille nacht meer? Wees toch eens eerlijk. U weet, misschien is het de laatste nacht. Dan komen er tijden in het leven van de kerk. Als daar een moe gestreden kind op zijn knieën ligt. Wat zegt hij dan? Och. Mocht ik in die heilige gebouw. Die vrije gunst. Daar gaat de kerk heen. Die eeuwig hemel. Daar komt de kerk. Want dat is een uitgewerkte. En dat is een doodgewerkt mens. Wij zijn zomaar niet dood hoor. Nee, echt niet. In de werkzaamheden van onze ziel. De mensen, eerlijk waar, die kunnen 60 jaar met een belofte lopen. En nog niet vervuld. Is dat. Maar hier wil me vanavond, met de hulp des Heren, jullie eens bepalen bij het eenzijdige godswerk, in de ontplooiing van vrije genade, bij het werk van Christus. Zie. Want dan staat er hier, bij het werk van Christus. En als daar de fariseer bij bepaald wordt, dan zegt hij deze. Deze. Dat zeggen ze heel duidelijk. Hij zegt, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Deze. Wie is dan die deze? Dat is de God uit licht uit licht. Die in de nooit begonnen eeuwigheid. In de gewelven der eeuwigheid te komen. Wie zal er met zijn hart te borgen worden? Is hij uitgetreden? Deze. En dat leert nu Gods kind ook. Dat er in de eerste gangen van het leven is er geen plaats voor Christus. Vreemd, hè? Maar zeg maar niet vreemd. Misschien zit er wel een vanavond hier, daar nog geen plaats voor Christus is. Want dat moet een plaatsmakend werk zijn. Want ik zou, als ik het zei, gemeente, wij kunnen wel beleiden dat we verloren gaan, maar we zullen het nooit aanvaarden. Denk daarover. En dan een stilgezet mens is nog geen bekommerd mens. Want een bekommering gaat door tot in de hoogste stand van het leven. En een bekommerd mens is nog geen bekeerd mens. En een bekeerd mens is nog geen verloren mens. En een verloren mens is nog geen gered mens. Dat is allemaal stand in het leven. Dat kan je allemaal vinden in deze drie gelijkenissen. Wat zegt dan de fariseer? Dan komt een verloren zoon thuis. Door zijn vader, goed opletten, door zijn vader werd hij in de armen genomen, voordat hij gewassen was hoor, met een lange baard en een vermagerd gezicht. Daar kreeg hij een kus op. Maar hij kon zo niet binnen. Hij kan zo niet binnen. Nee, dan moet hij eerst een ander kleed hebben. Ja, vanzelf. Dat is de gerechtigheid. Dan mag hij binnen. Dan krijgt hij het gemeste kalf dat van eeuwigheid er was. En dan staat er, en toen begon hij vrolijk te zijn. En als nou de verloren zoon thuis komt, is de oudste zoon het veld. Waarom? Als God met een ziel afhandelt, is de godsdienst ertussenuit. Want het is de verloren mens verloren. Kijk, zo moet je die gang nu eens zien. Dan wil de verloren zoon, kan nooit aan de tafel zitten met de fariseeën. Want die zeggen, ah, kom aan, met hoeren ze geld doorgebracht. Denk je dat wij zo sloer gaan zitten? Nee hoor. Nee, dat doen we niet. Deze. Is er nog een verhaal, jongens, die deze nou eens nodig heeft. Laten doen. Want als we die deze mogen leren kennen, aan de grond van de eeuwigheid. En er is een volk in ons midden, die hebben het al jaren uitgezien om deze nog eens te leren kennen. Ja, deze, die eet met hoeren en tollenaars, die moeten wij hebben. Want daar komt de kerk tegen. In zijn totale verlorenheid. En daar hopen we vanavond eens een ogenblik over te hebben. De Koninklijke tekst.
vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. En dan wel van het 4e tot het 6e vers. Wat mens onder u hebbende 100 schapen en één van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn. Hij gaat naar het verlorene tot hij het dezelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En thuiskomende roept hij zijn vrienden en geburen tezamen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Tot zover. Zetten we boven deze overdenking het verloren schaap. Ten eerste, het zoeken naar het verloren. Ten tweede, het vinden van het verloren. En ten derde, de blijdschap met het verloren. Hebben we het over het verloren schaap. Er staat er hier, en al de tollenaars en zondaars die kwamen tot hem. Naderen tot hem. Om hem te horen. Wat een gezelschap, hè? De fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden. Dus die kwamen niet om te horen. Dat is duidelijk. Die murmureerden zeggende. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Als we Bunyan lezen. De christenreis van Bunyan en de christinnenreis. Dan moet je eens goed opletten hoe God met zijn volk handelt op aarde. Bunyan, die kwam evangelist, die kwam christen tegen uit de stad Verderf. De ziel gaat twee zaken leren. Hij zei, wat is er, jongen? Hij zegt, het ene kan ik niet en het andere wil ik. Daar stond die man, huilend, pak op zijn rug, in een brandende stad. Het ene, dat kan ik niet. Dat is God ontmoeten. En sterven, dat wil ik. Wat deed die man? Die ging op de vlucht. Dat is een levend gemaakte ziel. In de wedergeboorte, in de engere ziel. En daar gaat hij heen. Waar gaat hij heen? Dwalen. Hij komt in poelmoedeloosheid. Hij komt in flexedigheid. Hij komt onder de wet. Hij probeert het met de wet te doen, maar het gaat niet. Dan komt hij bij die poort. Moet te kort zijn. En dan bij die poort, dan komt mijn evangelist. Dan is er, dan moet je te kort, dan moet je door. Nou, poort. Bij de poort kreeg hij de belofte. Was hij toen bekeerd? Tegenwoordig wel. Maar die man niet, die moest verloren worden. En bij het kruis, de vervulling. Want in de christenreis, daar staat van meester Groothart. Die zegt, ik heb iemand, ken ik, die heeft twee rokken. Die heeft twee rokken. En nu heeft hij gezegende borg gezegd, die twee rokken heeft hij gekregen. En nu krijgt hij een rok van Christus. Want hij had een gerechtigheid genoeg voor zijn hele kerk. Zo ligt God het nu zo voor. En als God nu een mens bekeert, dan staat er, en dan gaat hij, wat gaat hij doen? Wordt hij net Martha. De Heer zegt een tedere stem tot Martha. Martha, Martha. Gij bekommert en verontrust u over vele. Eén ding is nodig. Wat leert nu de ziel? Als God een mens bekeert, dan gaat die ziel, die gaat God achterna schreeuwen. Ken je die? Helemaal niet. Dus de mens gaat uit het gemis van zijn ziel, uit zijn Godgemis, gaat die een onbekende God achterna schreeuwen. Tegenwoordig stappen ze daar natuurlijk overheen. Ja, we zelf. Stappen gaan gemakkelijk. Krijgt het anders. En wat gebeurt er dan? Dan gaat die mens zich aan God achterna schreeuwen. Dag en nacht. Zocht hem in mijn bange dagen. Hield niet op mijn hand en oog op het oog. En dan zegt die gezegende morgen. Martha, Martha. Ja, zei Martha, want ik moet spijzen voor u hebben. Daar heb ik niet. Niet wetende. Dat Christus te spijzen was die niet nooit vergaan. Daar heb ik niet. Dus wat doet die kerk? Die gaat op God aanwerken. En dan moet hij leren dat God werkt op de dood aan. En de kerk op het leven. Gods kind wil leven. Dan wil hij verloren gaan. Tegenwoordig zijn ze zo makkelijk verloren, maar Gods kind niet.
Ik heb misschien ook wel eens gezegd, toen de Titanic verging, hingen de lijken met haar tanden in de touwen van de reddingsboot. Waar is het doodgevroren? Want die mensen wilden niet verdrinken. Dat wilden niet. Dus, als God nu een mens gaat bekeren, krijgt hij dan een zwaar leed helemaal niet? Want dan krijgt hij betrekking op zijn dag. Hij krijgt betrekking op zijn volk. Hij krijgt betrekking op zijn instellingen. Hij krijgt betrekking op zijn woord. Hij krijgt betrekking op die onbekende God. Hij gaat die God dienen. En de wereld die gaat die haten. Niet waar? Dat is toch zo? Dus dat is een liefdedienst. En als er dan in de kerk gezongen wordt, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dan kunnen ze wel meezingen. Maar, dat is uit de liefde van de hart. Dat is een vrucht van de wedergeboorte. Maar, dan moet je eens goed gaan begrijpen, dat die arbeid, daar moet hij uit. Want dan komt hij nooit in de mogelijkheid terecht. Dus die heeft een liefdesgangen, die gaat God voor hem afbreken. En wat gaat God dan doen? Die gaat het verbergen. En wat wordt het dan voor een volk? Van op en neer. Vandaag wordt morgen in de dood. Waarom? Omdat verlorenheid is nog niet verloren. Ik kan wel zeggen dat ik zie dat ik verloren ga. Maar dan ben ik nog niet verloren. En wat doet dan de ziel? Dan gaat hij om genade bidden. Hij gaat om genade bidden. Ja, ja. Die tollenaren. Want die kunnen nergens meer heen. Dan gaat de kerk om genade bidden. Maar hij weet dat hij genadeloos is. En dan gaat de kerk ook bidden, omdat de Heer zijn zonde wil vergeven. Want dat is een dadelijke schuld. Maar hij weet nog niet dat hij enkel zonde is. Daar weet hij niks van. En dan wordt de kerk geleid. En dan neemt de Heer dat voorbeeld. En dan staat er, en de fariseeën, die zeiden, deze. Ja, dat is heel duidelijk. Maar waar was hij dan voor gekomen? Wel om het verlorene weder te brengen. Het verlorene. Daar was hij voor gekomen. Niet voor de fariseer, nog voor de schriftgeleerde, maar voor dat verloren. En u werd uit de nood van de ziel, waar kwamen de tollenaars en de zonder naderde tot hem. Waarom? Er was geen weg meer over. Want de wet had ze uitgesloten. De fariseeërs hadden ze verdoemd. En ze waren nergens meer bij. En deze kwamen tot hem. En u ziet hier eens de vijandschap al van de godsdienst. Tegenover zijn arme volk. En dan gaat hij een gelijkenis doen. En dan zegt hij in het vierde vers. Wat mens is er onder u? Arbeid van Christus. Wat mens is er onder u? Hebben de 100 schapen. En dan gaat het niet over die 99 rechtvaardigen. Die laat hij daar wel liggen. Maar één. Eén. Gaat om die één. Staat er heel duidelijk. Is het ouwe? Eén. Daar staat ook niet dat hij een vos gaat zoeken. Daar staat ook niet dat hij een beer gaat zoeken. Of een wolf. Nee, een schaap. Dat is een offerdier. Daar wordt Christus bij vergeleken. En wat gebeurt er nu met dat schaap? Dat schaap, dat is die verloren. Daar staat, die 99 verlaat niet de 99 in de woestijn. Hij is dat schaap kwijt. Dat schaap is in eeuwigheid ook kwijt. In de val kwijt. Op aarde kwijt. En nu gaat God dat schaap zoeken. Dus, we krijgen hier te doen, gemeente, met de eenzijdige soevereine godsbediening. Rustende in het eeuwig welwaar. En als dat niet waar was, mensen, kon die vanuit die deur dicht. Dan deden wij die deur dicht. Want dan zou ik hier nooit dat rijke evangelie kunnen predigen. Maar hij, deze, wat mens. En dan zien we Christus, wij zien hem gaan onder u. 99 in de woestijn. Ik sta wel duidelijk, in de woestijn. Wat wil dat zeggen? Dat is na de val op aarde. Van God zijn kerk. Ik zou je een voorbeeld geven. Manasse. 65 jaar oud. De grootste zondaar die er ooit geweest was. Die liet God en Babel in de keten staan. En toen kwam God. En waar vond hij nu Manasse? In de gevangenis. En daar bekende Manasse. Dat de Heere God was. Daar kreeg Manasse een plaatsje aan de zijde Gods. Goed vasthouden.
Was dat dan dat God hem in zijn bekering vond? Nee. Maar God had hem van eeuwigheid gekend. En toen hij 65 jaar oud was, gemeente, toen kwam dat uurtje der minne. Hoe vindt hij dan zijn kerk? Vertreden in hun bloed. In de woestijn des levens. Stervende op aarde. En geen oog heeft medelijden met hetzelfde. En dat is nu de deze. Daar nou de fariseeën niet onder kon komen. Nee, natuurlijk niet. Want die zochten de gerechtigheid uit te werken. En die hadden de tollenaars verloren. Dus wat moet er in onze ziel gebeuren? We moeten uit buiten gezet worden, mensen. We moeten uit ons werk gezet worden. Maar als ik uit mijn werk gezet word, ja, dat is niks. Dan zegt hij, en dan zie je hem gaan. Met je geest gaat die man van die één verliezende verlaat niet de 99 en dan gaat hij ze opzoeken. Dat is wel duidelijk. Wie gaat er nu achter het schaap aan? Wel Christus. En dan zien we dat schaap, ik heb natuurlijk gewoond, waar heb ik altijd in Californië gewoond. En daar heb je ontzaggelijk veel schapen. En als er dan zo'n kut het land afgevreten had, dan zagen we altijd verschillende doden liggen rond een berg. Wat dat mee was. Wat gebeurt er met zo'n schaap? Zo'n schaap, dat dwaalt van de kudde. Dan zie je dat schaapje daar gaan in die prairie. Dat beest loopt. Mist dat beest de herder? Helemaal niet. Dat beest loopt, daar is daar nog een beetje gras. En daar vindt hij nog een puddeltje water. En hij loopt maar. Want een schaap kan nooit terug. De godsdienst komt altijd terug. De zelfgemaakte schijnbekering komt ook terug. Wat dat nog was. Als ik een postduif neem en ik stuur hem naar Duitsland, zit hij misschien morgen aan voor op mijn dak. Want die weet zijn weg terug. De vrome mens krijgt altijd weer een gangetje en sleept hij toch terugkomt. Maar een schaap niet. Een schaap gaat verder. En dan zie je dat beestje lopen over de prairie. En dat beest loopt maar. En dat beest loopt maar. Hij heeft niks in de gaten. Hij loopt maar. Niemand krijgt dat schaap meer terug. Maar dan staat er, nou gaat die herder. Die gaat die andere, gaat die verlaten. Dus, in de opzoekende liefde, gaat hij zijn kerk wederwaren, tot alleen lopen. En wat gaat er nu met dat schaap gebeuren? Dat schaap dat wordt opgejaagd, voor nacht. Voor nacht voor de beesten. En dan komt het wild gedierd, dat niets in het woen ons. En dan gaat dat schaapje doen. Dat gaat een beestje niet doen. Die gaat schreeuwen. Dat beest gaat in die nacht schreeuwen. Waarheen? Naar zijn herder is hij kwijt. Hij gaat schreeuwen naar God. Want hij hoort het wild gedier. Hij hoort het. En dan kent dat beest zich niet meer. En dan loopt dat beest. Is hij dan al gered helemaal niet? Ziet die herder hem dan achterna te lopen helemaal niet? Dat beest gaat door. En als het de nacht wordt, dan komt het ongedier uit zijn hoofd. De duivel, als die verder komt, krijgt die kennis aan de goddelijke wet. Zonde, schuld, en wat doet dan die ziel? Die gaat naar God schreeuwen. Wat zou dan zo'n ziel schreeuwen? Wat zou die dan schreeuwen? Denk aan het vaderlijk middel. Heere waarop ik bid en klank. Milde handen, vriendelijke, zijn bij u verenigd. Sla de zonde nimmer aan. Een jongheid even drinken. Gaat de kerk. Maar gedenk. Evenaar. Om uw goedheid de Heer te geven. Weet dat schaapje dat hij niet meer terug kan? Helemaal niet. Dat weet je wel. De zon komt weer op. De zon gaat weer branden. Geen beschutting. De gerechtigheid Gods gaat eisen. Geen beschutting. Het water droog op. O God, mijn ziel en lichaam, mijn dorst en haar in Engeland. En dan gaat dat schaap. Maar dat schaap is nog niet waar het wezen moet. Waar moet nu dat schaap wezen? Is een totale verlorenheid. Dat hij nergens meer heen kan. En waar richt nu dat schaap zich heen? Naar de bergen. Daar wezen. Waarom? Daar is groen gras. En daar komt hij. Begrijpen. Zo zie je dat beestje daar zwerven door die levenswoestijn. Daar komen de bos achter en daar komen de wolf achter en daar gaat de duivel op aan en dan komt de heilige wet en dan komt de toren gods en dan gaat hij met zijn hele bekering overvoeren. Want hij had gedacht dat hij zich in gestalte voor God kon opwerpen.
Martha, Martha. Maar hij moet geborgen worden. Er staat deze kostelijk in de tekst. 99 in de woestijn. En één verliezende verlaat. 10,99. Nou, mensen, ik zou eens wat zeggen. En mens werkt. En mens bidt. Allemaal. Dan moet ik eerlijk wezen. Want we willen niet verloren gaan. Kan ik goed begrijpen. Dat is de gang van het leven. Maar we weten niet dat we verloren zijn. Dat weten we niet. En mens doet alles om in het leven te blijven. En God doet alles om je in de dood te krijgen. Dus dan God ga je gang afbreken. En welke gang gaat God nu afbreken? Gestaltelijk. Want dat gestalte leven kan God niet behagen. Want die tranen gaan opdrogen. Hij gaat die oude natuur terugkrijgen. Hij wordt een vijand van God. Hij wordt een vijand van de beweging. Het gaat goed in dat eerste tijdje, Sjoerd. We zijn wel lieve bekeerde mensen. Maar we zijn uit in onze vijandschap ontdekt. Kijk, want wij willen wel zalig worden als we kunnen blijven leven. Maar we willen niet zalig worden en sterren te delen. Zou ik op een uur tijd in ons leven, mensen, dan zou ik het je eerlijk zeggen dat God op mijn dood aanwerkt. Op mijn dood aanwerkt. Weet ik dat die herder achter me zit? Wel, nee. Weet je wie er achter me zit? De wet. Weet je wie er achter me zit? De duivel. Weet je wie zegt geen heil bij God? Je hebt toch geen heil bij God? En dan roept de ziel af, heren. Ach, schonk je me de hulp van uw geest, nou ja? Niets. Hij krijgt zijn eigen terug. Hij gaat zien dat hij onverbeterlijk is. Is er nog niet verloren, hoor. Helemaal niet. Onverbeterlijk. Hij heeft alles geprobeerd. Hij heeft het bij Gods volk geprobeerd, het werkt niet. Hij heeft het in de kerk gezocht, het werkt niet. Het lijkt of dat duil, of dat boek dicht gaat. Ja, dat boek gaat ook dicht. Heerlijk. Maar waar moet het dan heen? Ja, naar de dood. Ja, dat wil ik. Dat kan ik niet. Nee, waarom niet? Ik heb geen woorden. En dat schaap, dat dwaalt maar verder. Nou, dat naam me verder. Ik zeg even nog gezegd. En mens bidt om genade. Maar ik zeg het nooit als een genadeloos leren. Nooit. Maar nu gaat hij dat leren. Door ontdekkende genade gaat de ziel leren. Dat hij geen recht heeft en geen aanspraak. Wat gaat hij nog meer leren? Dat hij geen uitgang heeft. Want de gebeden van David. Die nam er een einde. Dan kan hij niet meer bidden ook. Dan komt er een tijd in zijn leven, gemeente. Dat het de weg hield op in Israël. Dan gaat hij krommel leven. Zo gaat de schaap in mijn bed. En dan gaat dat beest, dat gaat uitgeteerd raken. Want het voedsel raakt op. Uitgeteerd. Daar komt de kerk. Helemaal aan het eind. Hij is er nog niet. Nog niet. Hij zoekt nog steeds uitkomst tegen de dood. Kan het niet vinden. Zijn herder, die is niet verloren. Dat is de paradijsgedachte. Daar zijn we alles verloren. Waar moet die ziel dan heen? Staat hier. En als hij dan gaat en dan zoekt hij net zo lang in die woestijn. Hij zoekt net zo lang in die woestijn. Totdat hij het gevonden. Daar komt de kerk dan terecht. Moet je goed opletten. Want je zit in die tijd tegenwoordig. Alles kan erbij door hoor. Onthoud dat maar. Maar in de gangen van het leven gaat de reserve de gang van de catechismus. Eerst komt een ziel bij zondag 2. Waaruit kent u ellende uit de wet? Dat is de kenbron der ellende hoor. En die kenbron der ellende, die brengt mij bij de oorsprong der ellende. Ben ik dan bekeerd helemaal niet? Ik had het wel gedacht. Want ik had die troost gezocht. Want mijn ogen zijn opengegaan om ongelukkige staat op aarde. En we gaan die kerk niet gaan zwerven. Hij zoekt het hier, hij zoekt het daar, hij zoekt het daar. Maar hij steeds verder van de kudde af. En dan komt hij bij de onafwendbaarheid van de ellende. Zondag 4. Dan komt hij in zondag 5. Dan moet hij zelf gaan betalen. Dat heeft hij ook geprobeerd. Dat werkt ook niet. En dan roept hij uit dat radeloze hart uit. O God, is er dan nog een weg? Is er nog een weg? Waarom? Waar is die weg voor nodig? Om die welverdiende straf te ontgaan. Dan wordt die zondaar vergod. Want er is niet zijn erfschuld gebracht. En wie heeft hem daar gebracht? Die goddelijke wet. Want het einde der wet is Christus. Houd dat voor. Tegenwoordig hebben ze allemaal Christuskennis en geen wetskennis. En als we geen wetskennis hebben, hebben we geen Christuskennis. Dan mag ik wel eens een beetje gras vinden in de woestijn.
En ik mag me wel eens verkwikken. Ik mag wel eens een ogenblikje beleven, als er gepreekt wordt over die borg, dat hij voor mijn ziel een ogenblik gaat schitteren. Maar daar heb ik hem nog niet. Nee, dan ben ik wel bekommerd. Waar ben ik bekommerd over? Dat ik niet bekeerd ben. Nee, mensen, dat is een verkeerde bekommering. Ik ben bekommerd, zegt de dichter, vanwege mijn zonde. Waarom? Hij had gedacht dat hij het voor God kon doen. Hij krijgt zichzelf weer terug. Hij komt in zijn onbekeerlijkheid terecht. En wat gaat er nu met de schaapje gebeuren? Dat schaapje dat wordt dag en nacht achtervolgd Gods kind, is de rust opgezegd. Ze kunnen niet rusten. Ze kunnen niet rusten buiten het borgwerk van Christus. Want dan wordt er een honger en een dorst. Je leven is woestijn geboren. Waarna? Naar de gerechtigheid. Want die redt alleen maar van de dood. Och. Dat ik klaar en onderscheiden zag. Twee zaken. En wat gaat er dan met dat schaap gebeuren? Wel, die komt bij die berg. Die komt bij die berg. En wat moet hij dan? Dan moet hij de berg op. En dat kan niet. Waar kan je dan een beestje vinden? Ik heb het met mijn ogen zat zelf gezien. En waar vindt dan die herder dat beestje aan de voet van die berg? Die ene berg, dat is zonder schuld. Daar kan je nooit meer overheen. Die andere bergen die hij ziet, is de gerechtigheid Gods. En dan valt hij. Dat wel echt een beest. Dan zou de duivel hem zo naar de hel slepen. Dan zouden de vossen zouden hem verteren. Maar de herder is niet bij. En dan komt hij in de 116e persoon. En wat zegt hij dan? Staat hier. Totdat hij hetzelfde vindt. Totdat hij hetzelfde vindt. En hoe vindt hij nou? Onder de rechtshandeling. Want we zeggen nu Gods woord. Het recht zal in de woestijn vergeten. En goed doet geen goed in de dagen der verbolgenheid. En daar legt dat kind van God tegen de bergen. Van zonder ongerechtigheden, de heiligheid God. En daar komt de kerk terecht. En waar komt hij dan niet terecht? In Psalm 116. Ik was uitgeteerd. Maar hij zag op mij niet. Hij. En als dan die herder dat schaapje wint. Wat doet hij dan? Dan heeft hij zeker eerst een paar goede trappen dat hij weggelopen is. Nee. Nee. Dat zou hij misschien doen. Hij neemt dat beest op, staat er. En als hij het gevonden heeft. Legt hij het op zijn schouders. Wat gaat nu de kerk leren? Dat de belofte de vervulling is. Wat moet er nu met die belofte gebeuren? Moeten we de dood nemen? Om die dood in die vervulling in een ander te vinden. Dus nu gaat er een kerk, een volk over de aarde, dat de keuze gevallen is, in de liefde, in de wedergeboorte. Ze hebben er alles voor over gehad, ze hebben de wereld eruit, Gods volk erin. De kerk lief gekregen, alles lief gekregen. En de belofte Gods ontvangen. En dan komen ze uitgeteerd op aarde. En dan moeten ze sterven in de levenswoestijn. Dan komen ze in de 138e psalm. Als ik omheen. Door tegen. Bezwijn. Ja mensen, ik zou je zeggen. Dat zou je als een kind kunnen koesten. Het zou je als je vrouw kunnen koesten. Het zou je als meer kunnen koesten. Omheen door tegen. Bezwijken. Schenk hij mij dit. O, die herder. En daar laat hij nu zijn volk op. Op het vlakke des velds. Vertreden in hun bloed. Zo'n uitgeteerd. Maar hij zag op mij niet. En dan kunnen die 99. Die kunnen nog wel leven. Maar dan kan hij moeten sterven. Dan moet hij sterven. Het is altijd geweest. De christen. En Christus, en nou wordt het Christus en de Christus. Want daar moet hij gaan stellen. Dan kan die allemaal nog zalig worden, allemaal. Dan komt een tijd in je leven, mensen, ik zou eens zeggen, dat de hele wereld zalig wordt. Dat kan je goed vertellen. Behalve ik. Dan is er voor mij geen oog meer dat op mijn leven ziet. Dan zie ik alleen een vertorend God. Dan zie ik alleen een mount en een berg voor zonden en schulden. En dan ziet het alleen de heiligheid en de majesteit en de rechtvaardigheid. Uitgeteerd. En wat zegt dan de ziel? Onder die bediening van die goddelijke wet. Die de herstelling van de goddelijke deugd eist. Dan zegt de ziel, maar gij zijt toch volmaakt. Gij zijt rechtvaardig. Wat gaat hij nu leren? Dat een ontsluiting in de borg is nog geen schenking van de borg. En dan gaat hij terug. En wat voelt dat schaapje dan? Die twee warme handen van de herder. Die houdt hem vast. En dan legt hij hem op zijn schouders. En dan heeft het schaap twee mogelijkheden.
Hij kan vooruit kijken en hij kan achteruit kijken. Hij kan zien waar hij vandaan gekomen is en hij kan zien waar hij heen gaat. Ja, dat vertrouwt zijn ziel. En dan zegt de Heer, ik heb hem met mijn beide handpalmen gegraveerd. En dan houdt hij vast. En dan gaat die herder, die gaat tot het schaap spreken. Ja. Nou, de herder gaat dat schaap vertrouwen. Gevonden herder. En dan gaat hij die weg terug. Ja, die weg terug. Waarheen? Door diezelfde zandwoestijn. Moet dat schaap terug. Door diezelfde strijd is Christus nu gegaan. In de gangen zijn er vernedering. Als schuldenaar aan het recht. En daar stond hij hier. Als schuldenaar aan het recht. Wetende. Wat allemaal op Golgotha zou moeten gebeuren. Want daar zou hij uitgeteerd. Van het bloed en slaafhout zou Christus zijn. En daar krijgt de kerk een oog op. Op hem. En hoe zien ze hem dan? In zijn stervende liefde. Tegenwoordig zien ze hem. Als er opgestaan een borg, maar de kerk niet hoor. Die leert hem in zijn stervende liefde kennen. Houd dat maar vast. En dan moeten ze de staantje daar. En dan ook in die verlatenheid waar het schaapje ook in komt. En nou zegt hij maar, mijn God, waarom heb je mij? Opdat er een volk op aarde zou zijn. Dat nimmer meer van hem verlaten zou worden. En hoe denk je nu dat hij het schaapje bent? Zwart van dienstbereid. Zwart van ellende. Uitgehongerd en uitgeteerd. Anders niet doen. Tegenwoordig heb je veel te vette christen. Je komt tegenwoordig niet zoveel mensen meer tegen die met de hoofd naar de grond lopen. Echt niet. Ze lopen tegenwoordig allemaal met hoofd omhoog. En de borst naar voren. De fariseer ook. Je komt niet zoveel inkende Jacobs meer tegen. Waar ben je nog een wenende Anna? Er zijn nog wel dienende Martha's. Maar waar ben je nog een afgekapte Maria? Die bediend moest worden. Zo werd dat schaap uit Christus bediend. En gedragen. Wat zegt hij dan nog meer? Want het moet er kort zijn. En dan zegt hij. En thuiskomende roept hij de vrienden. En geburen tezamen. Hij zegt, wees blijde met mij. Blijde. Ik zou eens wat zeggen. Er komt een tijd in het leven dat een mens zichzelf in de weg staat. Geloof je dat? Geloven jullie dat, mensen? Volk van God. Dat God dat je je eigen in de weg staat. Waarom? Omdat je die dood niet wil omhelzen. En nu gaat God een gang met je ziel, dat de mens het niet meer kan bekijken. Hij had wel eens gedacht in de ontsluiting van de borg, dat zijn zaak opgelost was, maar die zaak is niet opgelost. Want een gezicht buiten onszelf is nog geen bezit buiten onszelf. Kijk, we moeten nooit vergeten, geliefden, dat een beloofde verlosser is nog geen geschonken verlosser. En dat verloren gaan is nog geen verlorenheid. En verlorenheid komt in onze onbekeerlijkheid. Waar komt dan de kerk terecht? In de armoede. Waarom? Omdat hij uit God bediend wordt. Je moet dat altijd maar uit het eenzijdige zien. De kerk wordt eenzijdig bediend. Gevonden hebbende, lag hij het op zijn schouders. En wat deed het schaap? Spartelde. Totdat hij er lag. Dat was de overige. En dan gaat hij naar de buren. En wat zegt iemand dan? Wat zegt hij? Ik heb een schaap gevonden. En wat is dat met een schaap? En dan zegt hij, hoe blij? Want het was verloren. Maar ik heb mijn schaap gevonden. Hij zegt niet, ik heb één schaap gevonden. Nee, ik heb mijn schaap gevonden. Waarom? Het was uit zijn schaap. Het was zijn schaap. En wanneer had hij dat schaap dan als eigendom gekregen? In de eeuwigheid. En nu heeft God het gevonden op het vlakke des velds stervende. Met gebrek aan alles, buiten Christus, omkomen. Hoor je het volk van God? Omkomen. Ja, maar zal er een zeggen. Omkomen. Maar als ik omkom, is het kwijt. En daar moet het heen. Daar moet het nu heen, gemeente. We moeten eens een verloren mens voor God worden. En we kunnen zo blijven leven. We hebben het zo goed. We hebben het zo goed met ons eigen getroffen. Want de ene denkt is een verkeerde man. En die zegt, nou ja. Het is wel een bekeerd vrouwtje, en staat hier ook, zo zeiden de fariseeërs ook. En het is toch wel een bekeerd vrouwtje, hè. Er zijn nog anderen, die verwachten het van Mozes. Maar Mozes heeft nooit geen wonderen gedaan, hè. Johannes ook niet. Mozes heeft alleen maar in Egypte naar dood geslagen. Hij heeft nooit geen ziel gered. Dat dan nog was. Mozes redt je niet. Nee. Er werd dus een tuchtmeester tot Christus, maar er werd verlost je ziel niet. Je hebt wel tegen mij woorden, mensen worden onder de wet verlost, maar die gaan ook met die wet verloren, want de wet eist. Dus wat gaan nu de kerk leren in die gang? Dat die wet, die houdt alles wat ik heb, alles wat ik verlies,
Geef allemaal niks. Dat ene verlies ik nooit. Die strenge, gerechtigde eis van de goddelijke wet, die zal nooit verminderen. En dan wordt dat goddelijke vervloekt. In mijn ziel afgekondigd. Want de wet geeft nooit in. Waarom niet? Waarom kan de wet niet een beetje loven en bieden? Dat kan toch een beetje loven en bieden. Niet met de wet. Want wat is nu vaak de goddelijke wet, laat me eerlijk wezen. Dat is de afspiegeling van de deugden Gods. En daar wordt de kerk in zelf. En dan krijgt hij betrekking. En dan komt er een tijd in het leven van Gods volk. Dat die recht Gods aangekondigd wordt door de goddelijke wet. En dan ze er geen titel of joden af willen leiden. Dan kan ik verloren. Had dat niet. Als God een ziel een borg ontsluit. In de gangen der ontdekking en afbreking. Daar zet tegenwoordig het godswerk naar geneest vast. Alle mensen die nog een ander leven mogen kennen, zetten zich daar vast. Dat is eigenlijk het oordeel van de kerk. Er zijn niet veel moeders in Israël meer. Nee, echt niet. Er zijn ook niet veel vaders in Israël niet meer. Ook niet. Maar daar zet Gods werk vast. En waar is dat? In de ontsluiting van de borg. In de belofte. En dat houdt een bekommerd mens. En als het een bekeerd mens dan wordt, komt hij in de duisternis. En dan zegt God, dat werk zet hij daar vast. En wat moet dat werk? Dan kom je de 42e persoon. Dan gaat die ziel, die gaat naar God schreeuwen. Dag en nacht. Want die ziel moet verlost worden. Want een gezicht op de verlossing mens is mijn verlossing niet. Echt niet. Ik moet thuisgebracht worden. Daar moet vreugde zijn. Daar moet een half uur stilte in de hemel komen. Voor ene zondaar die zich bekeert. En daarom zegt hij, ik heb mijn schaap gevonden. Weet je wat de ziel dan wel eens gaat inoefenen? Geef het wild gedier dat niets in het hoedel ziet. De zielen van uw tortelbui niet over. Laat grote God om één gehaat erover. Uw kleine volk. Ja, niet eeuwig in verdriet. Want dat hebben ze in die levenswoestijn. Dat wild gedier dat het op zijn ondergang heeft toegelegd. Van dat weerloze schaap. Maar geef, o God. Waar gaan ze erheen? Dan gaan ze met al de nood en moed naar God vluchten. Altijd maar weer naar God vluchten. En die niets in het woen ontziet. Ook die goddelijke wet, die geeft nooit los. Maar, als dan die ziel en zijn gezicht op die borg gerechtigheid krijgt, dan kan die verloren gaan hoor. Dan kan die met God eens worden. Daar is tegenwoordig ook niet meer aan. Dan moet er eerst nog een heel stuk gemoedelijkheid tussen. Maar gemoedelijkheid bestaat bij God niet hoor. Laat me maar eerlijk wezen. Zakelijk. Dan kan die verloren gaan. En hij kan behouden worden. Een bedekte schuld. Maar als God door gaat werken. Met de kracht van de goddelijke wet. In zijn geestelijke waarde. Dan moet die ziel verloren gaan. Want dan is het recht. Is Christus achter verborgen. Waarom? Omdat het recht zijn loop zal hebben hier leven. En als die verloren moet gaan. Dan zal die zalig worden. Maar dat weet ik niet. Maar. Dat schaap zegt hij. Dat is gevonden. Dus, wat gaan nu de kerk leren? Dat het alleen kan van Gods zijde. Alleen. En wat weten wij ervan? Want het is misschien de laatste keer dat je doet. De laatste keer. Heerlijk wel. Ik heb pas in onze eigen gemeente meegemaakt. Zondags in de kerk. Zaterdags in het graf. Ja. Begraven al. Echt. 1 week. Uit de kracht van het leven. Dus morgens naar zijn zoon. Half al ging de deur uit. Ik was er, ik moest er komen. Om 11 uur kwam hij in een kist terug. Ik kan ons ook overkomen. En wat hebben we dan? Hebben we dan kennis aan die verlorenheid? Hebben we dan kennis aan het woestijnleven? Vol gevaar. Roep mijn ziel. Red zij mij. Maak mij niet beschaamd. Dus een vrouw, een kind in Amerika, een lief kind van God, het is nou thuis. Ik heb de brug in Kalamazoo. Kennis aan de ontsluiting van de borg in de dadelijkheid, in de persoon. Die kreeg het zo benauwd, dat was een grote brug over de Kalamazoo River. En tot de duivel die had dat kind zo te pakken. En hij zegt, spring maar over de brug. Er wordt gezongen. Je zal een 68 vers 10 op je graf. En je bent door zijn ongeluk ingekomen. Maar die vrouw zegt. Mijn vrouw is ook goed gekend. Die zegt die vrouw. En toen stond ik op die hoge brug in Kalamazoo. En ik kreeg geen ogenblik tijd om een ogenblik alleen te wezen.
Telkens kwam een auto, telkens een fiets. Dan weer een paard, dan weer mensen. En die vrouw had zich voorgenomen uit de banden van de dood. Zijn die zou die sprong nemen. En toen kwam God over in de ziel. Ik zou u niet bewegen. Nog verwacht. Kijk. Toen liep dat zieltje vast. En toen heeft hij zelf tegen ons gezegd. Ik heb een gat in de vloer gelopen. Een gat in de vloer. Daar komt u de kerk weg. In de totale onmogelijkheid. Mijnerzijde. Om uit de eenzijdigheid. Van die goddelijke eeuwige verbondstrouw. Die gaat dat schaapje leiden. Door de levenswoestijn. Door de stormen en door de nacht. Altijd zijn oog. Op zijn kerkband. Hij heeft zijn lief gehad. Met een eeuwige liefde. Maar u zal de kerk aan deze zijde van het graf. In zijn totale onbeholpenheid. In zijn totale onbekeerlijkheid. In het eeuwige wonder. Uit de eenzijdige bedieningen zalig moeten worden. Omdat God alleen de Heer zal krijgen. Daarom is de zware zang van dat schaap. Als het bij de kunnen komen. Wat zou die dan zingen zo'n schaap? Wat zou die zeggen? Weet je wat die dan gaat zingen? Door u. Door u alleen. Om het eeuwig doden. Kijk erin. Nu gaat de kerk rusten in het eeuwig doden. Want als het u nooit meer van mijn kant kan geneten, dan is er geen gebed meer over, wees maar eerlijk. Dan baart de vijandschap die gaat over. Dan zegt hij dikwijls, oh God, moet dat nu zo. Moet dat nu altijd zo. Moet dat nu altijd maar door de diepte. Is er nou nooit eens geen verrader in deze keer. Want, gij zult weten, uit welke grote nood, een grote nood, dat gij verlost zijt. En wat staat er dan in het eerste vers? En ze kwamen allemaal tot hem. Die naderde. Die het leven in eigen hand niet meer kunnen vinden. Die daar onbeschut op aarde ging. Die niet meer weten waarheen. Zonder beveiliging. Zonder toekomst. Zonder God. Zonder redder. In de nood. Die gingen allemaal, staat er hier. Weer in het eerste vers. En alle tollenaars en zondaars. Die naderde. Tot hem. Waarom? Omdat hij zijn leven stelde. Voor die verloren schaap. We gaan het zien. En wel uit de 32e psalm. Het vierde vers. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaar. Gij zult me voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt me daar. Gij mij in ruimte stelt. Met blij gezang. Dat mijn verlossing meldt. En wat er verder wordt. Het vierde van de 32e.
Deze mens toch geworden in zijn diepe val in adem. We willen allemaal naar de hemel toe. Heerlijk. Luister nu eens kinderen. Allemaal naar de hemel. Hè? Ja hoor. We zouden de hemel wel willen bestormen. Om er een hel van te maken. Waarom? Waarom? Ach. De dichter van de 68 die had het anders genoemd. Die zegt hier: God is onze zaak. Daar gaat hij. Maar nu is met die God in aanraking. Want een veranderd mens, een levend gemaakte ziel, is nog geen bekeerd mens. Echt niet. En een bekeerd mens is nog geen verloren mens. En een verloren mens is nog geen verlost mens. En een verlost mens is nog geen bevestigd mens. Zo mag gaan we in het leven. Dan moet alles van ons ertussenuit. En uw leven met tijden. Dat ze kunnen tegenwoordig een bekering, maken ze een rekensommetje van. Ze zeggen, als dat gebeurt, gebeurt dat. En als dat gebeurt, gebeurt dat. En als dat gebeurt, zal er dat gebeuren. En als dat niet gebeurd is, waardeloos. Ja, rekensommetje. Maar Gods kind, die weten wij niet. Die weten wij niet. Nee, die weten wij niet. Kijk, en dan komen ze weer met een andere gang in het leven. Want het is net een computer. Dat zijn van de computerbekeringen. En zij zo, die vrouw, oh, die zit daar. Maar die vrouw, die hoor ik niet meer. Ik kom bij die vrouw op huisbezoek. En ik zit er nu met die vrouw te praten. Ik heb nog geen antwoord. Ik ja, maar mijn lieve kind, wat is er toch? Ik heb je wel eens anders gekend. Ik dacht. Ik dacht dat hij het was. En dan komt de kerk in zijn bekommering. En dat is nu de levende bekommering. Twee Emmausgangers. Samen op weg. Uit de duisternis, naar de duisternis, Emmaus. Daar komt die vreemdeling. Wat zijt gij ziet, gij treurig. Daar komt in de kerk. In de totale dood terecht, met al zijn werkzaamheden. En dan gaan ze maar naar huis. En wat denk je dat dat volk ten huis doen? Die ging daar weg zitten kwijnen. Dan had de kerk weg, man. De sterren hebben ze ook, man. Thomas zegt, heren. Toen die ging om Lazarus op te wekken. Ook zo'n geval. Christus was vervuld in zijn hoofd met de gedachte van zijn opwekking. En Thomas was vervuld met een doodsgedachte. Een sterven was. En dan gingen die twee meisjes in de donker, naar de donker. En toen ging die ze uithalen, want God kan zijn volk uithalen. Hoe zou de Heer nu zijn volk uithalen? Ach mensen, dan stort hij de liefde in jou. En als dan die liefde in het hart is geleden, dan gaat hij in de heiligdom. Kijk, dan gaat hij in zijn woord. Want dat woord is zo lang gesloten geweest. En dan gaat de Heer, die gaat het woord eens openleggen. Al is het midden in de nacht. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het woord het gaan mij lezen. Ik niet het woord. Want ik versta er niets van, hoor, echt niet. En dan gaat het woord het mij lezen. Toen ik in uw heiligdom inging. In die heiligdom. En hoe dieper dan God nu die Emmausgangers ging ontdekken. En daar stortte ze de droeve klacht uit. Zeiden wij dachten dat hij het was. Wie? Ja, die Israël vermoord. Dan heeft de kerk stil nog een aardse gedachte van hemelse zaak. Weet je daar wat voor? Aardse gedachte van hemelse zaak. Wij dachten dat hij het was. We zeggen dan die zoet Emmanuel. Want die kan zijn kerk zo liefelijk onder. Ah, er is misschien wel een woord die stem nog heeft. Als de Heer Jezus weer eens tot de zielen spreekt, wat is dat toch een tedere stem, Martha, Martha. Wat zegt de Heer tegen haar? O, waar. O, Emmaus van ons. Gij onverstandige en trage vanaf wist gij. Want er is niets meer verborgen
voor Gods kerk als de weg die God met rouw doet. Dus nee, geen rekensommetje. Nee, die zijn uitgerekend. En die zijn uitgewerkt. En wat is het dan voor een volk? Die in de nacht lenende op aarde mensen zichzelf weer. Zeg, was in mijn eigen gemeente. Als dan dat gemis in de ziel weer eens het dieptepunt bereikt heeft. Hè? Het dieptepunt. En dan zegt de man wel eens tegen die vrouw, man, wat loop jij toch? Ja, ja. Of loop je s'nachts nooit? Hoe zegt dat niet? Ja, kind. Kan niet slapen, waarom? Sterven. God ontmoeten. En maar lopen. Daar lag een vrouw en die man die slaapt en dan zit het meisje op de rand van haar bed. Met haar handen onder de ogen. En dan zegt ze, oh God, waarheen? Dat is nu wat God met zijn volk doet. Zaken van God geleerd waarheen. In de levenswoestijn. Och, mijn ziel en lichaam heen. En dorst naar u in een land van wereld. Dat daar een draak van droogte droomt. En waar niemand laven is kunnen. En hij zegt, heer, is er dan? Zegt hij, ach, heren, mijn voeten waren bijna uitgeweken. Daar zie je een vader, daar zie je een moeder die een kind gedragen heeft onder de hart. Daar zie je het kind de wereld in. Ja, meneer. En dan gaat dat kind de wereld in. En niet zelf ervoor, en dan roept het niet. Wat doen ze dan? Brengen ze dat kind bij God. Toen hij de koperen slang in de woestijn. Daar hebben moeder stervende kinderen voor die slang gehouden. En uit het geloof genezen. Heb je nooit een stervend kind voor die slang gehouden? Sorry. Daar heeft de nood van je ziel. Dat kind dat de troon der genade spreekt. Zie op ons zo God in gunst van boven. En dat de Heer overkwam. En dat hij die zaak recht ontvangt. Wat zingt hij dan met de kerk? Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper. Al mijn hoop. En al mijn lust. 6 weken later zit hij weer midden in de dood. En dan zeggen ze, vertel er eens van. Denk je, man, als je een briefje mond gaat. Want ik geloof het zelf niet meer. Daar heb ik niet. Maar je hebt tegenwoordig mensen die kunnen de bekering vasthouden. Die kunnen de rechtvaardigmaking vasthouden. Die kunnen zichzelf vasthouden. Het hele zakje gaat 1 keer over de kop hoor. Helemaal. Maar Gods volk moet door God vasthouden worden. En dat leer je nou op de schouder van de moeder. Want die houdt ze vast. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Ik heb zijn man gekend, hij is in de hemel. In de wanhoop van zijn ziel, hij kon niet verder. Met een 3-1 God verzoend, mensen. Maar in zijn totale onbekeerlijkheid terechtgekomen. In een stuk van heiligmaking gaat de ziel altijd ondersteboven. Tegenwoordig heb je mensen die kunnen het padje zo recht houden. Omdat ze nooit in de woestijn gewoond moeten hebben. Daar zat die man. En dan wist helemaal niet meer waar het heen. Het was in de oorlog. Alles om die man sloot in. En toen kwam God ook. En ik. Onder de zwaarste omstandigheden. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muur. Zijn steeds voor. Dan kan het. En het gevonden hebben, dit staat hier. Het gevonden hebben. Legt het op zijn schouders. En dan worden de hoerenkussen van de kerk afgekust. En dan worden de tranen worden gedroogd. En dan wordt de vrede tot de ziel gesproken. Want hij was verloren. Hij was dood. Maar hij is wederom levend geworden. Hij was dood, uw broeder. Ja, hij was dood. En is er een ogenblik stilte in de hemel. Voor dat verloren schaap, als dat weer thuis mag doen. Maar dan is hij ook alles kwijt. En ook zijn eigen kwijt. Dat zal de grootste verlossing wezen voor God. Als je moest eigenlijk een keertje kwijtraken. Want je hebt toch wel wat last aan jezelf, vind je niet? In de dagen van de Romeinen. Als je er iemand doodsloeg. De moordenaar. Die deed ze echt niet in de gevangenis. Nee. Weet je wat ze deden? Ze bonden het lijk op zijn rug. Nou, die man sloeg nooit geen mens meer dood, hoor. Echt. Die liet dat lijk, liet hij zich, op die man zijn rug wegteren. Nou, die slaat nooit geen mens meer dood. Echt niet. En daar loopt nu de kerk mee. De kerk loopt met zichzelf te sjouwen. En dan moet hij net zo lang sjouwen, tot het dat lichaam, deze doods, af mag leggen. Dat zal een verlossing zijn. Dat zal een verlossing zijn. Dat zal een verlossing zijn. Mensen, als we onszelf eens kwijt mogen in het recht. En als de kerk zichzelf eens kwijt mag.
Dan kan hij met die dichter zo kostelijk zien ontvangen. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God. Mijn God, de bron van de leven. Daar zal ik zingen, stemmen. Tot roem van zijn goedheid vader, die na kortstonden overig mij eindeloos verheugt. En dat is een volk dat hier dikwijls met een gesloten mond, vol met vijandschap, overeind met de wegen des Heren, door de levenswoestijn trekken. We gaan eindigen. Als we door de woestijn trekken, dan is het nacht. En als je dan in de nacht door die woestijn gaat, dan kan je absoluut niet zien. Dan geef je een beklemmend gevoel, dikwijls van. Dikwijls door die woestijn geweest, s'nachts. We samen, mevrouw en ik, door de woestijn heen. En dan gaat altijd een beklemmend gevoel. Als hier wat gebeurt, dan is het af. Maar, als je dan in de verte een klein tuintje ziet, dan gaat er een lichtje branden. En als je dan weer eens in dat kleine dorp kwam, dan zei je op de stafkaart even kijken, we zijn hier. En zo is het nou met de kerk. Misschien zitten er nog een paar vleugelskindertjes. Altijd maar in de donker. En altijd maar in de woestijn. En dan bij tijden en ogenblikken, dan legt God dat kinderbakken nog eens even op. En dan ziet hij dat hij dat verloren schaapjes werkt in die woestijn. En dan kijkt die kerk, die kijkt weer op zijn platte grond. En dan gaat hij naar Gods woord. Dan zegt hij, hier zit hij. Hier ben ik. En dan kijkt hij ook op zijn paspoort. Want wij moeten een paspoort hebben, geliefde. We moeten een God voor ons leven hebben, een borg voor onze ziel. En een paspoort in de hemel. We zijn allemaal in de leven in de woestijn. Allemaal. En die paspoort moet niet getekend zijn door de dominee, hoor. Want die wordt helemaal niet aangenomen. Of een ouderling, kind of niks. Getekend in het bloed van Christus. En dan zullen wij uit het bloed van Christus, daar zal die pas op de grens, als we erover moeten worden, mijn pas gevraagd. Ik heb dat 1000 keer meegemaakt. En dan komt die pas uit je zak, en dan zegt hij, welk koninkrijk bent u? Uit dat koninkrijk, en dat is de pas het even. En als die getekend is in het bloed van Christus, mag hij erin. En zo niet, is er nog een weg van de hemel naar de hel. En die zal wel bewandeld worden. Denk daar maar goed op. Want we hebben tegenwoordig een godsdienst opkomen, mensen. Ik zal eens wat zeggen, daar kan God niets meer aan kwijt. Niets meer. Die zijn zo zelfvoldaan, dat de staten hier, en de fariseers, en de schriftgeleerden, ja, die murmureerden. Die murmureerden. Maar er was er maar één, en dat staat er van die heen, en die roept zondaars. En eet met hen. Wat een ergernis voor de vrome wereld, hè. Zou ze vol wat vinden. David, had God koning gemaakt, David was zelf niet gelopen. En dan mocht Ark terugkomen. Wat een bemoeienis. Wat een bemoeienis in de ziel. Als de ziel nog eens in het verbond geleid wordt. Wat een bemoeienis. En wat deed die man? Hij gooide zijn koninklijke mantel uit. En hij deed alleen een rijbroek. En hij ging met arme volk voor God feest houden. Met dat arme volk voor God. Want er is er nooit geen enkel meer. En er is er nooit geen enkel arm. En daar ging hij feest mee houden. Met dat arme volk voor God. Kom luister toe. Rij Gods gezin. Dan gaan ze vertellen. En wat deze vrouw? Ze verachten hem. En Michal verachten hem. En wat zei David? Die mij uit het stof heeft verhoogd. Om bij dat volk te doen. Kijk. En dan worden ze veracht. Gods knechten en Gods kinderen. Omdat ze met dat arme volk verholpen worden. En dat kan je zien in de fariseërs. Ze murmureerden. En zondaars en tollenaars, die vluchten naar hem. Waarom? Die werden door de wet verdoemd, Mozes. En nu is hij geworden uit de vrouw. Geworden onder de wet. Opdat degenen die onder de wet waren, voor hem verlost zouden worden van de wet. Ben je er klaar helemaal niet? Dan ben je nog niet klaar. Want er is die tekst maar half uitgewerkt in je ziel, kind. Want er staat er dan nog meer. En wederom tot kinderen aangenomen. Dat is ook een daad. Mag de kerk wel eens wat van proeven is maken. Dat mag de kerk wel eens proeven is maken. Maar onbekeerde medereizigers naar de eeuwigheid. We moeten gaan eindigen. We kunnen veel op aarde verliezen. Veel. Ik denk dat ik er wel wat van weet. We kunnen veel verliezen. Je kan je naam verliezen. Je kan kinderen verliezen. Je kan je vrouw verliezen. Je kan je
geld verliezen. Je kan alles verliezen. Maar je ziel is verloren. Je hoeft niet meer te verliezen. Die is verloren. Denk dan. Onze ziel is verloren. Maar, nu is er één gekomen. Wat hier staat. Wat zegt hij dan? Om het verlorene op te zoeken. Waarom moet er maar verloren zijn? Niet het half verloren. Niet de gedachte van verlorenheid. Nee, het verlorene. En als we nooit voor God verloren geweest zijn, zijn we nooit opgezocht. Hoor je dat? Dus in de wedergeboorte gaat de mens al in de beginsel verloren. Want dan wil God aan moet brengen. Maar dan moet hij die verlorenheid in en door leven. Om de genade Gods achter de dood te vinden. Ja. En we zullen de kerk te moeten gaan leren, maar dat zullen we allemaal moeten leren. De omgekeerde medereizen. Want als we verloren voor God komen, dan komen we hier, wat hier van de verloren zoon staat. Hij was dood, maar hij leefde. Hij was dood. Dus daar moet God ons vinden, in de dood. Maar hij is weer levend geworden. En met de fariseer en die oudste broeder hebben we niets te maken, gemeente. Al zijn we in die toestand voor onze ziel, hebben we niets mee te maken. Want hij had niet eer van zijn vader op het oog. Had ook geen eer voor, had ook geen lust om van dat geslacht de schaap te eten. Die wil het wel in een geitenboekje doen. Maar de Heer Jezus heeft gezegd hier. En thuiskomen, de buren geroepen, zeggende: wees blijde met mij. Want hij was verloren. En ik heb mijn schaap gevonden. En dat is noodzakelijk. Ik zou nog één voorbeeld geven. Want een mens moet leren in zijn leven. Als je nu boeren bent, dan was je allemaal van boeren afkomst. En je hebt kippen op die hartvloer, kippen. En dan loopt dan een hind met zijn kuikentjes. Dan laat die hind die kuikentjes wel zo doorheen warrelen. Maar als er een kat in de buurt komt, dan was dat ook een boerderij thuis. Als er dan een kat in de buurt kwam, dan kakelde die hind. En dan schoot al die kleine klieken, kleine hennetjes schoot allemaal onder de vleugels van de ouwe. Want dan dreigde de gevaar. En als ze onder de vleugels van de ouwe zat, zag je ook geen klein hennetje meer. Nee, echt niet. Zat ze nog warm ook. En ze zagen zelf het gevaar niet. Want ze kenden het niet. En zo is nou Christus. Als Christus zijn kerk in gevaar ziet, slaat hij ze met schermende vleugel over de kerk heen. En dan kan daar niemand bij komen. Wat zijn wij dan onbeschermd, gemeente, als we die borgen niet hebben? Wat zijn wij dan onbeschut, als we God niet hebben? Denk er maar eens over. Kinderen. Je bent nog zo jong. En als je nou een ziel voor de eeuwigheid, en dan vanaf eeuwigheid wordt, waar moet het dan heen, kinderen? Als een mens 88, 89 is, kom je bij bezoek. En dan zei ze, ja dominee, ja. Ja, ik sta nog voor eigen rekening. Ze nou, dat zeg je nog allemaal voor. Ja, weet je zeker goed mee eens. Ja, kan ik er doen. En mijn vrouw ook, zegt iemand. Mijn vrouw hoort er ook niet bij. Ze hebben er niet klaar mee. Ik zei, buig je knieën nog wel eens. Hij zei, buig mijn knieën, man, ik ga niet meer op mijn knieën. Daar heb je. Daar heb je. En dat is praktijk hoor. Die oude stakker kon niet meer op zijn knieën. Die waren stram geworden. En zijn hart versteend. En nu wil God die harte knieën nog buigen. En dat steenhart wegnemen en het vleesje schenken. Waarom? Uit die eeuwige zonde. En als je nu kinderen hebt, immers met de kinderdiertjes. Die hebben nog jonge liedjes. Die kunnen ze buigen voor als ze naar bed gaan. Ik zeg het in mijn eigen gemeente ook altijd. Kinderen buigen je knieën maar hoor. Als je naar bed gaat. En dan lig je daarin. Alleen dat. Dan moet ik dan beter, zegt er een katechizant tegen in Amerika. Zo kind, dan zeg je maar tegen de Heer, och Heer, och schonk mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn padje ten leids. Zeg dan maar aan. Ja, zegt het meis. Al mensen je hart zo breken. Als je die kinderen in onze tijd ziet, de wereld, die alles wegsleept. Naar de eeuwige nacht. En die kinderen. En dan zo'n kostelijke ziel voor de eeuwige. En dan in die eenzame, als ze dan alleen naar het bedje gaan, ze vraag het maar aan de Heer. En vraag maar naar zijn sterkte. Hij kan je nog bekeren. Heb geen lust in de dood door God alozen, echt niet. Denk er maar eens om eens. En dat je dan eens bij dat verloren schaap mag komen. Alles van je leven verzonderd. Want die gezegende woord en die zoete Immanuel. Het kruis heeft die verdragen. En de schande veracht.
Naakt aan het kruis, hoor, naakt. Omdat er een naakte zondaar. Heb je niet veel meer aan, hoor. Een naakte zondaar. Bekleed zou worden. Tot de klederen der gerechtigheid. Want. Voor de vreugde die hem was voorgesteld. Het kruis heeft gedaan. En de schande veracht. Dat er in de dag der daad. Op het Baleiland Patmos. Ging God voor zijn kind en knecht hemel open. En daar zag hij de zangers. Aan de glazen zee. En zij zongen een lied. Speelde op de citerus. En werd een lied gezongen. Aan die zangers. Gij lamme God. Gij zijt waardig. Te ontvangen. Alle lof. En dank en eer. Tot in der eeuwigheid. Dat waren nu die verloren schapen. Verloren schaap uit het huizen Israëls, die van eeuwigheid gekend, geliefd, en uit de eenzijdigheid van zijn eeuwig goddelijk welbehagen heeft opgeraakt op het vlakke des velds, om eeuwig te zingen van Gods goedertieren heen. Amen. Ach, Heere, wil gij ons nog gedenken, wees gij ons nog genade. Zie gij op ons in gunst van ons. Wil ook de naprediker nog zijn. Denk aan uw kerk. Door u van ouds verkregen. Wees ons alle goed en nabij ook op weg. Over de onveilige wegen. Naar onze iegelijke bestemming op aarde. En wil niemand ons er wegnemen. Door die koude handen dood. Wil deze ambtsbroeders verdenken. Ook uit die andere deeltjes uw erde. O God. Het is allemaal zo ver weg, maar gij evenwel. Gij blijft dezelfde weer, vanuit hun toeverlaat en kunnen. Hoor en verhoor, om uw verbond, om Christus willen. Amen. Onze slotzang zei, de psalm 40, en daarvan het 8e vers. Wij noemen die psalm 40 vers 8. Verheugd het volk, verblijd en alleneer, die naar u zoeken, telkens stond. En wat er verder volgt, het 8e van de 40e.
Want we zegen des Heeren gaat heen in vrede. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn heilige aangezicht over uw lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En de geven u vrede.